Vorig jaar november al vroeg de VVD aan verkeerswethouder Herma om de belemmering voor de toektoeks in Amsterdam weg te nemen door vergunningen sneller te regelen en standplaatsen te creëren. En het enige wat de gemeente hier hoeft te doen is geen subsidie geven, met uitzondering dan van misschien een tonnenfiets voor dat emissievrije, alleen het mogelijk maken van dit prachtige particulier initiatief. Volgens de Tuk-Tuk Company heeft de gemeente nog te weinig gedaan om ze tegemoet te komen. Het aanvragen van de benodigde vergunning is omslachtig. Er zijn te weinig standplaatsen voor de driewielentaxis om klanten op te pikken. En ook zou de Tuk-Tuk, net als de taxi, toestemming moeten krijgen om op de trambaan te rijden. Dat op het moment dat wij echt fijnmazige vervoersproblematiek willen oplossen in Amsterdam, dat dan wij wel toegang moeten hebben om over de trambaan. Anders is een ritje vanuit Oost op de Middenweg naar het centrum, dat is 1,5 uur, dat schiet gewoon niet op. In een commissievergadering woensdag kreeg Kloppenburg de gelegenheid om zijn probleem uiteen te zetten en Herma te verzoeken snel met een oplossing te komen. De gemeente Amsterdam zegt: ik wil u een ontheffing verlenen per stadsdeel voor €50 per stadsdeel en dan moet u langs 14 stadsdelen om de vergunning aan te vragen. Maar de wethouder vindt dat het bedrijf zelf meer had kunnen doen om voet aan de grond te krijgen in Amsterdam. Het aanvragen van de benodigde vergunning is volgens hem vanaf 1 november een stuk simpeler. En met standplaatsen wil hij het bedrijf pas helpen als alle karretjes zijn omgebouwd en op elektriciteit rijden. Toestemming om over de trambaan te rijden lijkt helemaal uitgesloten. Ik ben dolgraag dat die tuk-tuk meer weer in de stad aanwezig is. Ik ben zeer terughoudend om heel veel andere vervoertuigen op die trambaan toe te laten. Moet je trouwens eerst een examen voor hebben gedaan om dat te kunnen doen. Het ziet er dus niet naar uit dat de gemeente de tuk-tuks zal gaan helpen.